Het zal je maar gebeuren dat je ex-man stiekem een wietplantage begint in je schuur. Volgens de familie van Wilma is het een waar gebeurd verhaal. Kijk, daar had hij een plafonnetje gemaakt. Die kast had hij wel naar voren toe gedaan en daarachter had hij een wiethoekje. En hoeveel planten waren dat dan? 120 of 140. Want door die hennepkwekerij in de schuur van haar woonwagen kon Wilma van Veen mogelijk op straat te staan. De 72-jarige vrouw die sukkelt met haar gezondheid wist naar eigen zeggen niets van de praktijken van haar ex-man. Toch moet ze vertrekken van verhuurder Woninc. Wilma zelf wil niks zeggen over de zaak en laat haar dochter het woord voeren. Het is gewoon heel oneerlijk. Zo'n vrouw van 72 wordt gewoon zomaar op straat gezet. Terwijl als ze vrijgesproken is, er niks mee te maken heeft. Nu zeggen ze, zij had zelf de zorgplicht om dat te observeren. Maar als je hier op een bed in de woonkamer ligt, zie je niet wat er in de stal gebeurt, toch? Een rechtszaak over de wietplantage werd bij gebrek aan bewijs geseponeerd. Volgens Woninc is er vanwege de hennepkwekerij sprake van woonfraude en kan het huurcontract ontbonden worden. Voor Wilma een rampzalig scenario. Het is de hele hebben en houden. We hebben ook echt het idee, als zo het hier uit zou moeten, dat ook gewoon het einde van haar leven betekent. Want door al de stress heeft ze pas weer in het ziekenhuis gelegen. Ze is net een week thuis. Heeft ze kantje boord gelegen. Volgens de familie is Wilma slachtoffer en geen dader. Maar de woningcoöperatie ziet Wilma wel degelijk als mede verantwoordelijk. Ze blijven gewoon zeggen dat ze ook de verantwoording over het vak heeft. Maar als jij bedliggend bent en iemand die helpt je een beetje en die gaat daar een wiethoek uitbaten, dan kan je daar toch helemaal niks aan doen. Hun hebben dan een regeltje, tussen aanhalingstekens, in een contract staan. Als je iets met dat soort dingen in aanraking komt of op het vak gebruikt, dan moet je per direct van het vak af. Door de gerechtelijke uitspraken komt Wilma ook nog eens terecht op een zwarte lijst, waardoor ze 3 jaar niet in aanmerking komt voor een huurwoning van alle 13 woningcorporaties in de regio Eindhoven. Woninc zegt in een schriftelijke reactie dat ze vasthoudt aan de woonfraude en dat de ontruiming binnen een paar weken in gang zal worden gezet.